Mijn naam is Caspar van Lissa en ik ben pedagoog en statisticus. Ik doe onderzoek naar het voorspellen van emotionele problemen bij jongeren. Als ouder wil je natuurlijk dat je kinderen goed terechtkomen. En met name de overgang van de kindertijd naar de adolescentie is daarbij een belangrijk keerpunt. Voor 80% van de jongeren brengt de puberteit nieuwe ervaringen die de ontwikkeling van gezonde emotionele vaardigheden stimuleren. Maar 20% van de jongeren zakt weg in een neerwaartse spiraal van emotionele problemen. Dit is ook een belangrijk maatschappelijk vraagstuk, omdat 16% van de ziektekosten onder jongeren veroorzaakt wordt door psychische problemen. En de gevolgen daarvan kunnen soms een leven lang doorklinken. Daarom zijn veel onderzoekers nu bezig met de vraag waarom sommige jongeren gevoeliger zijn voor emotionele problemen dan anderen. Sommigen kijken naar de rol van de ouders, anderen naar die van klasgenoten en weer anderen naar de rol van sociale ongelijkheid. Eigenlijk is dus elke onderzoeker met zijn eigen puzzelstukje bezig. En die manier van werken wordt ons opgelegd door beperkingen van bestaande methoden. Het risico van die aanpak is dat je het totaalplaatje uit het oog verliest. Wat uniek is aan mijn onderzoek is dat ik nieuwe machine learning methoden gebruik om in één keer de hele puzzel in beeld te brengen. Dankzij een NWO-Veni-subsidie heb ik 4 jaar om de volgende projecten uit te voeren. Eerst analyseer ik alle bestaande 10.000 artikelen over emotionele problemen bij jongeren, om in kaart te brengen welke factoren men nu relevant vindt. Vervolgens pas ik in 3 grote datasets machine learning toe om al die factoren terug te snoeien tot de belangrijkste voorspellers van emotionele problemen. En in de laatste fase pas ik de nieuwe inzichten uit mijn onderzoek toe op 2 manieren. Ik ontwikkel een risicotaxatie-instrument dat kan voorspellen welke jongeren risico lopen op emotionele problemen. En ik ontwikkel een nieuwe theorie van emotionele ontwikkeling die de nadruk legt op de belangrijkste factoren. Dit onderzoek slaat een brug tussen mijn 2 vakgebieden, zodat ik met nieuwe statistiek een grote theoretische stap kan zetten in het onderzoek naar emotionele problemen bij jongeren.